Goeiedag en welkom op het toneel van de ICT Summit. Wij presenteren vanavond aan u de ICT TV. We gaan laten in dit programma de revue passeren. Enkele mensen die op de exhibition staan. U krijgt ook enkele leden van de ICT Associatie aan het woord die een beetje vertellen over de reden van deze ICT Summit. Als u geïnteresseerd bent in ICT, heeft u donderdag en vrijdag de gelegenheid om naar de summit te komen. Op het summit worden niet alleen maar presentaties gehouden, de hele dag door, vanaf 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. Presentaties in 2 of 3 verschillende zalen op verschillende momenten, maar er is ook een exhibition. En de exhibition, de tentoonstelling, zo u wilt, die is gratis bereikbaar voor een ieder, ook van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. Er zijn een aantal bedrijven die dit initiatief ondersteunen, omdat ze erin geloven dat ICT de toekomst is, ook in Suriname. De gold sponsor, Telesuur, die mag natuurlijk niet aan dit lijstje van ondersteuners ontbreken. Verder zijn er ook nog een aantal brons sponsors, waaronder UCC, Binet, Fujitsu en CHS. We lopen binnen bij de stand van een van onze brons sponsors, UCC, en wij geven hun het woord om ons te vertellen waarom het zo belangrijk is voor hun bedrijf dat zij dit initiatief ondersteunen. We praten met mevrouw Cheryl Siram. Zij is verbonden aan UCC en die vraag is natuurlijk voor hun. Goedenavond en we willen graag van jullie weten waarom UCC het zo belangrijk vindt om ICT Summit te sponsoren. Oké, wij dragen voor een belangrijk deel bij aan de ontwikkeling van ICT. Van ons land en van ons allen. En dat doen we door middel van het aanleggen van infrastructuren. Dat is een heel belangrijk deel voor de ICT-wereld. En daarom hebben we dus ook gemeend om deze beurs te ondersteunen. Omdat wij ook onderdeel zijn van de ICT-associatie. Ja, want in principe is het leggen van het netwerk, infrastructuur, is eigenlijk het ontastbare deel. Hè? Want wij komen, we zetten onze computer aan en we willen gewoon werken. Maar het kan alleen maar als je connected bent. En connected ben je dus door de infrastructuur van UCC. Klopt, voor de eindgebruiker is het belangrijk dat de computer werkt, dat ze snel kunnen internetten, snel kunnen downloaden. Maar wat er achter het netwerk zit, daar zorgt UCC voor. UCC zorgt voor het netwerk, zodat de eindgebruiker gebruiker van kan maken. Goede en snelle manier. Klopt, helemaal. Dankjewel, Cheryl. Nou, u heeft het gehoord. Dat is een van de redenen waarom de ICT Summit zo ondersteund wordt door een heleboel Surinaamse bedrijven. U krijgt een beeld van ze hier tijdens onze presentatie. Blijft u kijken, want u krijgt nog veel meer informatie. En u zult er versteld van staan wat Suriname allemaal te bieden heeft op het gebied van ICT. En als we praten over een ICT Summit, dan moet dat natuurlijk georganiseerd worden. En we praten daarom met Greg Tayabin, die ons wat meer gaat vertellen over hoe dat is gebeurd. Oké, bedankt voor dat. De Summit is een tweedaagse event. En met dit event proberen we de aanbieders van ICT te koppelen met gebruikers van ICT diensten en producten. En dat doen we met deze summit middels presentaties, workshops. We hebben een expositie. Als je kijkt in de zaal zie je hele mooie booths, heel professioneel opgezet. En door de dag heen kunnen dus de mensen presentaties volgen. Ze komen naar de boots toe, er wordt business to business gedaan en dat is natuurlijk een van de belangrijke aspecten van deze summit. Hoe kunnen we de IT op een hoger niveau brengen? Hoe kunnen we kennisoverdracht stimuleren? Hoe vindt dat plaats? Welke mogelijkheden hebben de bezoekers hier als zij komen? Als ik denk bijvoorbeeld aan de studenten in hun carrière, welke mogelijkheden hebben zij? En natuurlijk aan het eind van de dag hebben we een business evenement waarbij iedereen bij elkaar komt en we kunnen op een ontspannen sfeer met elkaar socializen. Je hebt het al gezegd, het is business to business. Hè? Is er ook iets aantrekkelijks zin hier voor de gewone burger of is het echt op een bepaald niveau waarbij je zegt ICT-ontwikkeling staat centraal? Business to business is natuurlijk een onderdeel wat ik zei, maar wat we eigenlijk beogen daarmee is ook om de gebruiker dichterbij te brengen bij ICT. Het is niet alleen voor technische mensen, ja, ICT'ers, maar het gaat gewoon erom. Iedereen die in zijn business ICT gebruikt, moet naar hier kunnen komen om die kennis te kunnen opdoen. En daarmee kan je dan ook je efficiëntieslag in je bedrijf verhogen. Je kan ook de efficiëntieslag op globaal niveau, nationaal niveau verhogen. Bijvoorbeeld als ik kijk naar de participatie van de overheid, dat
het biedt dus ook een platform, de summit, waardoor we eigenlijk uiteindelijk aan het eind van de rit de summit naar een hoger niveau sturen en ook die ICT-ontwikkeling in Suriname. Dankjewel Greg, succes ermee. Dankjewel. Oké, goed. Zoals u in het programma dat we zullen presenteren zal zien, zijn er een heleboel mensen bezig met ICT. Meer dan je bij stilstaat. We zijn ook in contact met twee van deze mensen die ons wat meer gaan vertellen. En deze mensen zijn vertegenwoordigers van organisaties die zich met ICT bezighouden in Suriname. Karel Schuster die schuift ondertussen aan en hij doet zijn bijdrage in de introductie van de ICT Summit. Hoe, waarom is deze summit voor Suriname belangrijk is en wat het uiteindelijk moet gaan betekenen voor ons land. Karel. Wel, het is heel belangrijk omdat we in dit land meer moeten gaan leren delen qua kennis. Als we ons professionele willen opstellen, dan moeten we zeker kennis gaan delen met elkaar. Want de ene weet meer dan jij en door het te delen, door kennis te delen, ben je in staat het geheel op te trekken naar een hoger niveau. Uiteindelijk willen we graag dat ICT naar een heel hoog niveau gedeeld wordt en dat we voor de rest van de CARICOM zeg maar een icoon worden of een, zeg maar een brand worden. En dat kunnen we alleen door goed kennis met elkaar te delen. Eigenlijk is de uitdaging, als ik luister naar jou, als je praat over kennisdeling, alle bedrijven en zoals Greg het zei, alle organisaties, maar ook de overheid en dergelijke instanties op één lijn krijgen. Ik denk dat de grotere uitdaging is dan daadwerkelijk ICT implementeren. Ja. Nou, dat is een enorme grote uitdaging, maar kijk, waar ga je beginnen? Je moet gewoon beginnen en dat hebben we gedaan vorig jaar met de summit te starten en dit jaar doen we het dus weer. Je moet gewoon beginnen ergens en dat doen we dus onder andere door de summit. Maar behalve de summit zijn er dan meerdere activiteiten die we organiseren, gewoon om de kennis te delen. We merken dat je moet beginnen bij de school, dus we doen het op het NATIN. We doen het door middel van algemene lezingen en we weten dat de bedrijfssector is heel belangrijk en daarom zijn we ook die samenwerking aangegaan met de KKF en hebben we gewoon één keer in de maand een lezing waar we dus gewoon kennisdeling hebben. In principe zijn dus de lezingen bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken de reguliere activiteit die uiteindelijk moet gaan uitmonden in de samenwerkende activiteit zoals het samen. Ja, uiteindelijk het niveau moet naar boven en dat kan alleen als we het samen doen en als we die kennis met elkaar delen. Dankjewel Karel, ook voor jou. We zeiden het al, er zijn enorm veel organisaties bezig. En Vincent is de volgende die aanschuift en die ons heel kort gaat vertellen hoe hij ICT-ontwikkeling in Suriname ziet. Want ze hebben een milestone, een mijlpaal, een doel die ze willen bereiken. Niet alleen maar op korte termijn, maar ook op lange termijn. En hij kan het heel erg mooi, kort en krachtig voor ons samenvatten. Vincent. Ja, nou, de associatie heeft dus de ambitie om in 2020 ook een $1 billion business te zijn. Dus dat de sector $1 billion aan omzet gaat leveren. En dat gaan we gewoon doen. Dus over 5 jaar hoop ik gewoon iedereen uit te nodigen om dat met ons te vieren. Volgend jaar zijn we er weer met deze summit. Dat is iets dat in onze strategie is om die awareness te brengen. En om gewoon ICT in Suriname op de kaart te brengen. Zoals de anderen zeggen, niet alleen maar het technische, maar alles wat met ICT te maken heeft. Het is natuurlijk wel een heel mooi streven, $1 billion industry in Suriname. En ik weet bijna zeker dat er een aantal mensen zullen zijn die zeggen van yes, ik geloof erin. Maar er zullen ook een aantal mensen die zeggen van hey, luister nou even serieus, waar heb je het over? Dus ik weet ook zeker dat je heel in het kort aan ons kan uitleggen wat de strategie is voor jullie om dat te gaan bereiken in de toekomst. Want je hebt in principe al 2 jaar kunnen zien wat die sector aan het doen is. Nou kijk, als bestuur hebben we ontdekt, laten we zeggen, is een strategie nu om die awareness te brengen. Wat is ICT precies? Is ICT alleen maar computertjes te brengen op school? En dan ben je klaar. Nee, het is de hele gemeenschap betrekken met ICT. Te laten zien hoe gebruik je dat, maar hoe kunnen we ook deelnemen aan ICT, om het zo te zeggen. En daarmee zijn we nu bezig strategisch dat op te vangen, laten we zeggen, daarmee aan te werken. De summit zorgt ervoor dat je mensen alvast bij elkaar brengt. We hebben ook elk jaar een thema. Vorig jaar was het Envisioning the Future. Dit jaar is het Connect, Explore, Develop. We zijn als associatie ook sterk bezig met de scholen. We hebben hier NATIN, BTC, UNASAT, die allemaal deelnemen om daar te beginnen. Dus de strategie is daarop gericht. We connecten met het Caribbean. CARICOM is er dit jaar bij. Er zijn 8 landen hier, Trinidad, Curaçao. Dus het is een pad dat is uitgezet. Dus we weten dat we het gaan halen. We moeten transformeren en ook kennis-economie gaan gebruiken. En dat gaat gewoon gebeuren. We spreken elkaar niet over 5 jaar, we gaan jullie volgen. Dus volgend jaar zijn we er zeker mee. Oké, dankjewel. Goed, wij gaan ondertussen dan ook langs bij een aantal bedrijven die eigenlijk al aan het waarmaken zijn waarover de 3 heren in hun strategie en in hun doel en hun missie voor de komende jaren het over hebben. En die bedrijven krijgen dus van ons de gelegenheid om zelf te vertellen hoe ze Suriname naar dat niveau kunnen brengen. U blijft toch ook kijken?
Zoals de heren het hebben aangegeven, is het enorm belangrijk om inderdaad jongeren zover te krijgen dat ze zich moeten scholen als het gaat om ICT gebeuren. Ik praat hier met een hele jonge, eigenlijk van origine Surinaamse dame, Aileen Groenewoud is haar naam. En zij heeft een master degree in industrieel ontwerpen. Zij is een van de presentatoren tijdens de ICT Summit en ze gaat ons een beetje vertellen over de inhoud van haar presentatie en natuurlijk ook eigenlijk het belang van ICT voor de toekomst. Niet alleen van Suriname, maar eigenlijk voor de hele wereld. Aileen, welkom op de Summit. En natuurlijk ook in Suriname. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Goed, vertel ons een beetje over jouw presentatie, je vakgebied en de betekenis daarvan voor economische ontwikkeling en groei van de wereld. En ja, met name Suriname in de eerste plaats natuurlijk. Nou, de presentatie die ik zo meteen ga geven, die presenteert eigenlijk mijn afstudeerwerk dat ik heb gedaan aan deze masteropleiding in Nederland. En daaraan gekoppeld wat onderzoek. Het gaat over het feit dat ik op een gegeven moment in de studio zat en dat ik me afvroeg van ja, waar komt de kleding die ik op dit moment draag, waar komt die eigenlijk vandaan? Ik kan u hetzelfde vragen, ik kan u dezelfde vraag bij u neerleggen. Weet u waar de kleding die u op dit moment draagt, waar dat vandaan komt? Nee, maar ik denk dat ik een goed idee heb en het zal ongeveer in de buurt van China zijn, denk ik. Wellicht wel, maar u kent geen producent, geen consument en geen verhaal noemen. Ja, en dat vond ik heel vreemd. Dus wat ik uiteindelijk heb gedaan, is die producent en die consument, die westerse consument en die Ecuadoriaans in dit geval producent, bij elkaar gebracht voor een Nederlands kledingbedrijf. Ik heb een app ontworpen waarmee je, als je het labeltje van je kledingstuk scant, een filmpje krijgt te zien van degene die het heeft gebreid. En vervolgens opent er eigenlijk een communicatiekanaal waardoor je kunt communiceren met een breister en een nieuw kledingstuk kunt genereren. Hiervoor hebben we natuurlijk gebruik gemaakt van een ICT-gebaseerd platform. En wat naar voren kwam is dat je zo'n breister een platform geeft wat nog nooit tevoren getoond is. Je brengt ze terug op de kaart. En een consument gaat daar gewoon veel bewuster om met een kledingstuk. Draagt een bepaalde zorg ervoor, wil hergebruiken. Als dingen stuk zijn, gaat hij of zij het eerder zelf repareren. En zo'n breister gaat met veel meer verantwoordelijkheid om met zo'n kledingstuk waar zij heel veel moeite in steken om het te breien. Daarom begrepen wij dat zij nu een master degree heeft. Een hele simpele vraag, maar ik vind het enorm vernuftig hoe je dat brengt. En inderdaad dat je er dieper over gaat nadenken en dat je daarmee eigenlijk zoveel meer in kaart kan brengen. Enorm interessant. Maar dat moeten we nu gaan omzetten. Dus eigenlijk als ik goed naar je verhaal luister, dan zet je dat om in economische ontwikkeling en eigenlijk beter omgaan met je milieu door bewuster te leven. Ja, correct. Ja, ja, want het heeft natuurlijk creëert een bepaalde transparantie. En op die manier draagt het bij aan de omgeving waarin je leeft. En dat brengt je terug in een betekenisvolle dialoog. Zowel voor een producent als voor een consument. Maar ook zo'n fashion-industrie die daarvoor zorgt. Wauw, we hebben niet veel tijd meer. Maar dus mensen moeten inderdaad of naar de presentaties komen hier op de ICT Summit. Maar Aileen heeft een tipje van de sluier gelegd over waar zij mee bezig zal zijn. Maar een presentatie zoals die van haar en nog veel meer interessante ontwikkelingen zijn hier te volgen op de ICT Summit. Dankjewel Aileen, succes. Graag gedaan, u bedankt. Goed, als u dus in de gelegenheid bent of u bent geïnteresseerd, dus niet alleen maar voor de mensen die zich in ICT specialiseren, die hebben een plek hier op de Summit. U kunt ook gewoon langskomen en meekijken in wat de wereld aan technologische ontwikkeling allemaal te bieden heeft. En daardoor er uiteindelijk een betere wereld van maken, want het is uiteindelijk waar we allemaal naar streven. Ondertussen zijn wij beland in de stand van Qualogy en ik sta hier met de heer Nilesh Bisisser en hij is de general manager van Qualogy. Misschien heeft u al eerder van de naam gehoord en weet u niet wat Qualogy precies doet. Hij gaat het ons vandaag uitleggen en hij gaat ons ook wat meer uitleg geven over de twee producten die Qualogy op deze ICT Summit presenteert tijdens de exhibition. Goeiedag meneer Bisisser. Goeiedag Odette. In het kort Qualogy is een maatwerkspecialist in software. Wij zijn gespecialiseerd in het bouwen van software waarbij we dus de bestaande systemen kunnen integreren met nieuwe software. Dat is onze specialiteit. Voor de beurs of de summit van 2014 hebben we twee nieuwe producten die we op de markt brengen. Het eerste product heet PerformNow. PerformNow heeft te maken met dat wij een HR-pakket hebben ontwikkeld. Waar ook een stukje payroll functionaliteit in zit en ook een urenregistratiesysteem. Dus het is een één applicatie waarbij alle verschillende modules met elkaar kunnen praten.
maar je kan ze ook apart kopen. Waarom hebben we dat gedaan? We weten dat de behoeftes binnen organisaties aan het groeien zijn en dat men niet meer geïnteresseerd is in een HR-pakket alleen of een payroll-pakket alleen of een urenregistratiepakket alleen. Dus dat is gecombineerd in Perform Now. Dat is één primeur voor de Surinaamse markt. Het tweede product dat wij op de Surinaamse markt brengen, dat heet Assist Now. Wij weten, we zijn inmiddels 7 jaar in Suriname, we weten dat het bedrijfsleven in Suriname behoefte heeft aan automatiseren. En dat zij veelal keuzes maken in software op basis van hun eigen gevoelens en wat zij denken dat ze nodig hebben. Wij weten inmiddels ook dat heel wat bedrijven teleurgesteld zijn geraakt in de applicatie die ze hebben gekocht, in de software die ze hebben gekocht. En Quality heeft dus met Quality Assist Now een pakket op de markt waarbij je dus wat consultancy en advies kan inkomen om de klant te begeleiden in haar softwarekeuze. Even voor de duidelijkheid, wij gaan met Quality Assist Now niet promoten om bij Quality te automatiseren, maar wij gaan als onafhankelijke deskundige optreden bij de klant om een goede keuze te maken in automatisering. Dat is het pakket dat we nu aanbieden. En dat zijn twee primeurs voor de summit van 2014. Ik wil even een vraag stellen over jullie HR-pakket. Jullie zeggen dat Quality softwarepakketten op maat bouwt. Dus als je zegt, je hebt een HR-pakket met de 3 verschillende onderdelen. Urenregistratie, HR sowieso standaard en de salarisadministratie. Kun je daar inderdaad dan ook per bedrijf de systemen veranderen naar de wens van de klant? Dus bijvoorbeeld verschillende uren en verschillende voorzieningen en verschillende hoogtes van salaris en andere overuren en andere voorzieningen die er zijn per persoon, zeg maar. Klopt. Wat we hier hebben gebouwd, de modules die proberen ongeveer 80% van de behoeftes die er leven op urenregistratiegebied, op HR-gebied en op salarisgebied, die zijn daarin vervat. Maar we blijven een maatwerk bouwen, dus daar waar de klant zegt, maar dit is bij mij of in mijn proces anders, dan kunnen we dat op maat aanpassen. Dat is absoluut mogelijk. En het pakket Assist Now, zou je, denk ik de meeste mensen die zullen vragen, oké, waarom moet ik een bedrijf dat dit zelf kan schrijven, vragen om een assessment te doen van mijn softwarepakket dat ik in mijn huidige bedrijf gebruik, om eventueel dat bij iemand anders te gaan aankopen of aanschaffen. En dat is een beetje, denk ik, de eerste vraag die gesteld zal worden. Ja. Wat heel belangrijk is, en ik denk dat Quality daar de verantwoordelijkheid in neemt, we hebben ook de verantwoordelijkheid om te assisteren dat automatisering goed en effectief wordt neergezet bij bedrijven. Dat wil dus niet zeggen dat als je mijn pakket niet koopt, dat we je verder niet meer helpen. Wij zien eigenlijk bij het bedrijfsleven groeikansen. En wij denken dat als we bij de basis dingen goed neerleggen, dat je dan in een later stadium waarschijnlijk meer werk daar kan binnenhalen. Maar ik denk dat de basis goed moet zijn. En daarom willen we ook die ondersteuning geven. En daarom is het ook een dienst die wij heel scherp insteken, waarbij we als onafhankelijk deskundige meedenken met het bedrijf. Ja. En daar gaat het gewoon. Jullie zijn softwarebouwers. Hoe zien jullie de integratie van nog meer software en nog meer automatisering in de ontwikkeling van het Surinaamse bedrijfsleven voor de nabije toekomst en de verre toekomst? Nou kijk, automatisering en software als tool daarin moeten twee dingen teweeg brengen. Het moet je effectiviteit verhogen en je efficiëntie. Als dat niet gebeurt, dan kan je niet concurreren. En we zijn een globaliserende markteconomie aan het worden. We zitten in de CARICOM. Er zijn nu ook buitenlandse partijen die naar Suriname komen en op deze markt opereren. Dus je moet efficiënter en effectiever gaan werken. Wat heb je daarvoor nodig om effectief te kunnen zijn? Informatie. Dus dan kom je vanzelf bij automatisering uit. Mijn verwachting is dat de afgelopen 10 jaar en de komende 10 jaar Suriname door een automatiseringsgolf heen gaat. Waarbij alle bedrijven volgens mij zich realiseren, we moeten iets gaan doen op het gebied van automatisering. Klein beginnen, niet te groot denken. Groot denken, maar klein beginnen. Dat is ons advies. Goed. Nou, als u meer wil weten over Quality en over de softwarepakketten die zij kunnen providen voor verschillende ondernemingen, dan moeten we nu van de gelegenheid gebruik maken tijdens de ICT Summit die op donderdag en op vrijdag wordt gehouden in de Kamer van Koophandel en Fabrieken. En u kunt zich dan compleet laten informeren. Ik sprak met de heer Nilesh Bisisser. Hij is de General Manager van Quality en gaf ons wat meer informatie over het bedrijf. Ondertussen zijn we beland in de stand van Spang Makandra. Ik sta hier met mevrouw Anoushka Sonai. Zij is digitaal stratege. Dat is een hele mooie titel, ik heb er nog nooit van gehoord. Dus misschien gaat ze ons straks ook een beetje vertellen wat haar functie inhoudt. Maar natuurlijk eerst kennismaken met Spang Makandra. Anoushka.
Hi Odette, ja, dankjewel voor de gelegenheid. Spamacandra is een internetmarketingbureau en wat wij doen is communicatie via internet. Dus als je online een doelgroep hebt die je wil bereiken, dan zorgen wij ervoor dat je dat op een effectieve manier kan doen. En als daarbij van te pas komt dat voor jouw doelgroep belangrijk is dat we een website bouwen, dan bouwen we dat ook. Maar ook je hele communicatie via social media kan je bij ons uitbesteden. En je kan bijvoorbeeld ook je e-mail marketing en zeg maar je totale internet marketing, alles dat met digitale marketing te maken heeft, kan je dan bij ons uitbesteden. En wij zorgen ervoor dat we daar een strategie voor maken. Je had het net over mijn functie. Dat is wat ik dan zo wat doe, strategieën maken voor bedrijven van hoe ze online hun doelgroep kunnen bereiken. Want je ziet dat iedereen is bezig met hun smartphones en hun tablets altijd de hele dag, de hele tijd. En wat wij dan doen is voor bedrijven, voor organisaties, eigenlijk de professionele toegevoegde waarde daarin van hoe zij commercieel succes ermee kunnen halen. En wat zo apart of wat wij heel erg koesteren is onze overtuiging dat we door middel van kennisoverdracht eigenlijk ervoor kunnen gaan zorgen dat wij zelf beter worden, maar dat we ook meer mensen bewust maken van de potentie die er is in internetmarketing en dat zij dat allemaal ook kunnen leren. Dus daarom geven we geregeld heel veel trainingen en doen we heel veel awareness en knowledge sharing sessies en evenementen, waaronder ons Spang Event en de Social Media Day. Dus dat is wat wij voornamelijk doen. En wat we de afgelopen 2 jaar heel veel zien gebeuren is dat jongeren heel vaak zeggen, nou ik wil ICT gaan studeren, maar ik weet niet precies wat ik wil doen. Dan kunnen ze bij ons op stage komen, 2 weken een playground stage. En dan kunnen ze eigenlijk oriënteren op wat er allemaal is en wat ze van daaruit voor zichzelf interessant vinden. Het is een hele mondvol. Even 1 vraag voordat ik doorga op wat jullie allemaal aanbieden. We praten inderdaad over de nieuwe generatie en de jongeren die alleen maar met elektronica en met internet en dergelijke bezig zijn. Maar er zijn nog steeds een hele groep mensen die niet zo makkelijk over bijvoorbeeld een computer of toegang tot het internet, behalve via hun telefoon, kunnen beschikken. Misschien is het in de grote wereld wel zo, maar hoe staat het nou in Suriname? Die groep die nog niet online is, om het maar zo te krijgen. Hoe zien jullie die te kunnen benaderen in de komende tijd? Nou, wat we zeker doen is een aansluiting van het online gebeuren met het offline. Dus je kan zowel offline met nog steeds tv-reclames en ook gewoon communicatie via de traditionele media. We maken er altijd een koppeling mee. Dus we doen nooit iets alleen maar online, omdat je daar een belangrijke groep mee eigenlijk misloopt. Maar wat vanmorgen ook al bij de opening is gezegd, de penetratie van mobiel internet is zo hoog dat mensen steeds meer ook daar naartoe gaan. Een echte desktop zie je niet. Als je vandaag rondloopt, zou je ook niemand zien die desktops echt aanbiedt. Maar waar het voornamelijk om gaat, is dat mobiel internet, dat je daarmee toch weer veel mensen kan bereiken. Maar een grote uitdaging die er is, is wat jij net zegt. We hebben eigenlijk 3 verschillende generaties die nu moeten gaan samenwerken met elkaar. En als ik ze even mag noemen aan de bekende namen die er zijn, de babyboomers, de X-generatie en de Generation X en de Generation Y. De babyboomers die willen er echt helemaal niets van. Die techniek, ja, dat is los van personal contact, zeggen we dan. Het persoonlijk contact valt daarbij weg. En die willen er zo min mogelijk mee te maken hebben. Maar je hebt bijvoorbeeld de Generatie X die zegt, hey, daar wil ik wel wat mee op. Ja, dit is a way of life. En voor de Generation Y, die we ook nog millennials noemen, voor hen is het gewoon een hele lifestyle. En this is life. Ik bedoel, als je niet digitaal bent, is er voor hun niet geleven. Waarschijnlijk zijn er de mensen die in de vorige eeuw, in de laatste decennium, zijn geboren. Ja, nou, de jongere groep waar we het net hadden. Hè? En wat je dus ziet, is als deze 3 generaties met elkaar samen moeten werken en het kan niet dat je zegt, weet je, ik doe er niet aan mee, want dat is niet voor mij. Je wordt er automatisch in meegenomen, want als we geen ICT integreren in de dingen die we doen, zullen we straks ook niet meer goed kunnen presteren. Dus wat we dan heel veel doen, is mensen trainen ook in de soft skills. Van als je deze beroepen gaat uitoefenen, of als je bezig gaat zijn met iets dat met techniek te maken heeft, wat zijn de soft skills die je daarbij nodig hebt? De werkhouding, de beroepshouding, hoe ga je om met flexibele tijden? Want dat is wat nu ook heel erg, zeg maar, leeft. Mijn collega's die werken soms vanuit huis, ik doe dat ook, vanuit huis werken. Maar hoe ga je om met die vrijheid die je krijgt? En hoe kan mijn leidinggevende weten dat ik inderdaad mijn takenpakket die er is, of de dingen die ik af moet hebben, dat ik dat af heb. Dus daarin geven we ook heel veel trainingen. We hebben ook voor HRM-managers, van hoe zij die hele verandering kunnen gaan begeleiden. Maar ook hoe ze daar een belangrijke rol in kunnen gaan vervullen als die van een facilitator. En wat wij graag willen als Spamacandra is dat we dus de incubator zijn van iedereen die met techniek gaat werken. Dat die bij ons eigenlijk zijn soft skills
training kan volgen en een eerste stap kan maken in zijn digitale carrière of in zijn digitale loopbaanontwikkeling. Goed, dankjewel Anoushka. Je hebt het gehoord. Wil je een carrière in de ICT of wil je gewoon meer leren? Trainingen, dat staat centraal bij Spamakandra op deze ICT Summit. Als u meer wil weten, kom gewoon even langs en informeer naar. Of anders bel gewoon een Spamakandra. Natuurlijk ook als u een bedrijf heeft en u op internet wil doorbreken met uw product of uw dienst, moet u bij hun zijn. Omdat Anoushka Sonai met haar nieuwe functie, digitaal strateeg, ongetwijfeld daar een mooi plan voor u kan presenteren en uitwerken op maat. Onze volgende flits doen wij vanuit de stand van Rekimo International. Ik praat met de heer Cher Miranda. Hij is de managing director van Rekimo. En vandaag focussen wij op het product van Rekimo, namelijk OBS. Dat staat voor organisatiebeheersysteem. Meneer Miranda, wat kunt u ons vertellen over Rekimo, die zeg maar het huis is van het OBS-systeem? En dan natuurlijk ook kort ingaan over wat het OBS-systeem precies inhoudt. Nou, OBS is een studie van menselijke activiteit. Heeft ons gebracht naar waar mensen hun activiteiten uitvoeren. En dat is in organisaties, in bedrijven. Dus ze gaan elke dag het huis uit naar een bedrijf om dingen te doen. En om dat te willen bevorderen dat ze de dingen die ze doen ordelijk doen, hebben we moeten studeren op ordeningsmodellen. En OBS is zo'n ordeningsmodel geworden. En de clue van die studie is geweest dat we hebben kunnen constateren dat elk bedrijf feitelijk dezelfde structuur heeft. Net als een mens dezelfde structuur heeft, heeft een bedrijf dat ook. Maar niet alleen een bedrijf, wat we noemen primaire producten, dat zijn producten waarin zich processen afspelen, hebben dezelfde structuur. Dus je hart, je longen, je auto, je computer. Ze hebben allemaal de structuur van een organisatie. Nou, dat weten, dat brengt ons in een positie dat we in het communiceren over organisaties en over het ordenen van organisaties, de approach op organisaties, de structuur kennende, het wel heel makkelijk wordt en duidelijk wordt om laten we zeggen, vanuit het organisatiegrondwerk het bedrijf tot bloei te brengen en de mensen die daarin werken. Dus dat is het model. Het heeft 7 structuren. Dat heeft je hart heeft dat ook. En je longen en je auto. Dat is wel makkelijk, want dan kunnen we makkelijk praten over als we die structuren eenmaal kennen, wordt communicatie over organisatie. En over planning en over auto's en computers en ICT dat daarbij thuis wordt. Wordt heel makkelijk. We kunnen niet al te diep ingaan op OBS, dat gaan we op een ander moment doen. Maar wel belangrijk om te vragen aan u hoe u de introductie van OBS binnen bedrijven, organisaties ziet om daarmee economische ontwikkeling en ook groei op het gebied van ICT te kunnen bewerkstelligen in Suriname. Nou ja, als je vanuit gaat dat elke organisatie dezelfde structuur heeft, dan maken we alvast wat we een quantum leap noemen in business. Een enorme sprong voorwaarts. Het kost ons een heleboel tijd en geld minder om ons af te vragen hoe we gestructureerd zijn. Voordat we überhaupt met een probleem aanpak kunnen beginnen. Dus voor de bedrijven is het gewoon zo. Dat ze zien het er allemaal zo uit. Als dat beeldje daar. Elk bedrijf ziet er hetzelfde uit. Het enige waarin ze verschillen is in het productieproces. Dat specifiek voor hun is. Nou, als bedrijven dezelfde structuur en ICT wordt daarop losgelaten. Dan gaat ICT sowieso uit van een structuur dat bekend is. Dus bij iedereen hetzelfde. En ze beginnen systemen te bouwen die als Lego blokjes op elkaar passen. En wat we noemen electronic business interchange. Dus het uitwisselen van informatie binnen het bedrijf en tussen bedrijven. Wordt dan eindelijk na 50 of 70 jaar automatisering wordt echt eigenlijk mogelijk, zonder veel gedoe. Het is nog steeds een issue, hoe communiceren de bedrijven elektronisch met elkaar. Als ik je zeg dat die koppelingen tussen bedrijven en koppeling tussen systemen 70% opslokken van een triljoenen budget per jaar, dan als dat een beetje beter wordt opgezet, dan bespaart, we beginnen met Suriname, onze Surinaamse bedrijven intern, landelijk, en straks in de CARICOM besparen we
miljoenen guldens. Het tweede ding is dat onze, al die deskundigheid die elke dag naar de bedrijven toe gaat, in de vorm van ICT-mensen, in de vorm van mensen die de inhoudelijke proceskennis hebben. We brengen ze in een voorspelbare OBS-structuur, waarin ze zich happy voelen, ze kennen het. En ze kunnen zich concentreren op hun knowledgegebied, in plaats van deeldag met allerlei nonsenserij problematiek bezig te zijn rondom organisatie en logistiek te doen. Dus dat is het voordeel wat ik zie. Dus wat we proberen te doen is Suriname te brengen naar een positie dat we nou eindelijk een structuur hebben voor onze bedrijven dat ons kan brengen in een ontwikkelingspad dat Sula's biedt. So. Dat is natuurlijk het tipje van de sluier en het belangrijkste komt dan nog om inderdaad alle bedrijven te overtuigen dat ze inderdaad dezelfde structuur hebben. Want als je dat hun vraagt is het waarschijnlijk allemaal het wiel opnieuw uitvinden. Ja, ik moet zeggen dat bedrijven die de moeite nemen om ernaar te kijken, wat diepgaander, dat die heel gauw overtuigd zijn en een heleboel voordelen zien. In... Bedankt en heel erg veel succes met OBM. Dankjewel ook, Odette. Ondertussen zijn we aangeschoven bij de heer Robert Haan. Hij is de directeur van DataSuur. DataSuur is de dochteronderneming van Telesuur die zich bezighoudt met datadiensten en cloud service. We gaan een beetje met hem babbelen. Dat hij ons heel in het kort vertelt wat dit nieuwe bedrijf doet. Ze zijn vorig jaar geïntroduceerd op de ICT Summit en hebben beloofd dat ze er dit jaar in actie bij zouden zijn. En die belofte is waargemaakt. Vandaar dat DataSuur ook tijdens deze ICT Summit wordt gelaunched. Meneer Haan, ik heb u een beetje de wind uit de zeilen genomen om de introductie compleet te maken. Maar natuurlijk mag u zelf vertellen over het bedrijf. Ja, oké, dankjewel. Inderdaad, tijdens de summit van vorig jaar waren we hier om aan te geven waar we naartoe gaan. En nu zijn we er. We hebben aangetoond dat we een betrouwbaar bedrijf zijn. Dus nu launchen we hier op de summit van dit jaar de eerste Surinaamse cloud. Daar zijn we erg trots op. We hebben ook gekozen om het op de summit te doen, omdat dit het platform is waar ICT Suriname bij elkaar komt en dat we laten zien wat we kunnen. En daar willen we ook ons bedrijf en het nieuwe bedrijf, maar ook de nieuwe services die we bieden, willen we hier aan de man brengen. In ieder geval tentoonstellen om Suriname te laten zien wat we allemaal kunnen met ICT. Ik neem aan, als ik luister naar de soort diensten die jullie aanbieden, dat jullie eigenlijk voornamelijk toch wel voor bedrijven werken. En er zijn twee diensten, hè? Data services en cloud diensten. Kunt u heel kort ingaan op allebei? Ja, nou ja, datacenter diensten inderdaad. Datacenter diensten houden in dat bedrijven hun servers, eigenlijk hun IT-apparatuur bij ons kunnen storen, kunnen hosten. Dat ze niet zelf ervoor hoeven te zorgen dat de koeling, stroomvoorziening, de connectivity in orde is, maar dat wij dat allemaal voor ze regelen. En clouddiensten gaan eigenlijk een stapje verder, waarbij de bedrijven ook niet zelf hoeven te investeren in de IT-apparatuur. Wat we dan zeggen is IT wordt een service, het is in de cloud, je hoeft je niet meer druk te maken over de technologie. Je bent eigenlijk gewoon een gebruiker en je gebruikt wanneer je wat nodig hebt en hoeveel je nodig hebt. En je betaalt alleen maar voor wat je gebruikt. Dus alle hoofdpijn van je investering, van het onderhoud ervan. En de mensen die je in dienst moet hebben om het ook gewoon te onderhouden, dat laat je aan de experts over. En de bedrijven kunnen zich dan concentreren op hun core business en daardoor gewoon gaan groeien. Ik heb twee vragen naar aanleiding hiervan. Hoe staat het met de security? Want het is enorm belangrijk. Ja, wat zal ik zeggen? Erg goed natuurlijk. Nee, even voor de duidelijkheid. Onze business draait om security. Wat wij zeggen is dat wij ervoor zorgen dat we conform de internationale standaarden werken. Het feit dat we in Suriname zijn en ook voor bedrijven tastbaar zijn, is belangrijk om de bedrijven ook aan te geven. Je kan komen kijken naar onze processen, naar de locatie. Eigenlijk kunnen ze bijna hun data aanraken. Het is in de cloud, maar niet in het buitenland. Het is hier. Maar security heeft ook te maken met de bedrijven zelf. Omdat het een hele keten is van dienstverlening. Het begint bij hun. Dus een stukje awareness waar we aan werken. Wij zorgen ervoor dat wij onze zaken op orde hebben, aantoonbaar. En daar willen we graag met de bedrijven over praten. Maar we zeggen ook aan de bedrijven, zorg ervoor dat jij je zaken op orde hebt. Ja, passwords niet laten slingeren. Als je weet welke informatie je waar versleuteld opslaat of niet,
ook als je aan het communiceren bent op het internet, wat weer te maken heeft met je bedrijf. Gewoon een stukje awareness is erg belangrijk bij security. Daar kunnen jullie ook mee helpen, neem ik aan? Uiteraard, ja. Oh, goed. Als we praten naar de ontwikkeling, want het is toch wel een vrij technologische ontwikkeling. Misschien zijn er een paar mensen thuis die zeggen, nou weet je, is dat wel voor het Suriname van nu? Kunt u erop ingaan over wat deze ontwikkeling, het feit dat we nu hier in Suriname deze diensten zelf kunnen aanbieden, kan betekenen? Nou, het is definitely voor ons nu. Ik denk dat dit ons juist in staat stelt om gewoon een enorme stap vooruit te maken qua technologische ontwikkeling. IT is altijd iets geweest wat toch een beetje eng is. Je moet de kennis in huis hebben, het blijft toch een beetje ingewikkeld. We zorgen er juist voor dat het ingewikkelde deel dat wij doen en dat je eigenlijk alleen gebruik hoeft te maken ervan. Wij investeren in de kennis, in de apparatuur en het feit dat we het kunnen centraliseren en voor een groter aantal bedrijven kunnen aanbieden. Ik denk dat we ook gewoon een schaalvoordeel hebben om daarin te investeren. Dus, en we brengen het naar Suriname. Ik denk dat het een belangrijk aspect is. Je data en je applicaties blijven gewoon in Suriname. Dus alle NSE en spionage, gevaren die we de afgelopen tijd te vaak gehoord hebben, dat geeft ook een veiliger gevoel. Je weet waar je data is en daar wordt goed voor gezorgd door DataSphere. Dank u wel, succes meneer Haan. Thank you. Ondertussen zijn we dan aan het einde gekomen van ons ICT-TV-programma. En we praten met mevrouw Jennifer Britten. Zij is de Lead Technical Advisor bij het CARICOM-secretariaat als het gaat over ICT-gerelateerde zaken. En zij is ook een gast op een ICT-summit hier in Suriname. We praten met haar omdat het toch belangrijk is om niet alleen maar naar Suriname te kijken, maar ook verder te kijken. En dan kijken we natuurlijk direct in de eerste instantie in de regio. Zij kan ons vertellen wat de strategie is van het CARICOM-secretariaat over ICT-ontwikkeling in de regio. Om op die manier de eerste stap te doen richting de rest van de wereld. Welkom in Suriname. Thank you very much. Lovely to be here as usual. You are visiting the ICT Summit here in Suriname. I think it is very important for Suriname to get a grasp on where we can stand in the region is if we're talking about ICT development and taking it further, or knowledge or talents and everything that the Caribbean, Suriname as a part of the Caribbean, can offer the rest of the world actually. Very good question, thank you. Firstly, I'd love to say that I'm here visiting the summit, but I'm also participating. I have a presentation tomorrow, which I hope will bring a lot of these things closer to the participants here. I'm particularly delighted to be here because I love the theme. As soon as I got the message about it with Connect, Explore and Develop, because that is what I am forced to do every day at my desk, and I do so happily. But in terms of the regional movement, I think you know that at the base of our integration movement is community, connecting our people, making sure that those people have a good quality of life and making sure that they can use those skills that they get from either connecting with each other, connecting to other people across the world to develop the region as we know it. Particularly with regard to ICT, the heads of government have been constantly exploring things to do with our economic and social development. And more recently, last July, they were very seized of the belief and the obviously it's been played out and supported in economic reports that ICT and the use of ICT, the strategic use of ICT, is going to be one of the key drivers for economic and social development in the region. As such, they came up with, they forced their ministers of ICT to meet early this year, which they did, and come up with a priority list which the heads could agree to and help us move forward. And part of that is what I'm going to discuss tomorrow, but the big thing in there is that we're trying to develop what is called a single ICT space, which will be the ICT layer of the single market and economy, and so provide a lot more traction, I would say, for the things that we're already doing in each sector, but that ICT will bring us closer, link those principles and the information together so that we have one cohesive place to go. We were just talking before the interview about how you'd like to have sort of a one-stop shop for your information, and the ICT, I'm sure you know, can do it because we're both ICT professionals. But how do we bring that into the policy arena for everybody who's in labor and really worried about migration if all the workers are suddenly going to go to one country or another? So the ICT
supporting the single market and economy, the head C, as a principal priority for 2014 and 2015 so that we can use ICT to really make the things that we've been doing well already better. But in there are some key things that we're going to look at which speak to the theme of the summit again, connecting. We're going to look at things like our spectrum. How do we manage the spectrum properly as a regional block? How do we increase the bandwidth rollout, the broadband bandwidth rollout, but at the same time not increase cost to customers, particularly because they want to continue to engender the entrepreneurial spirit and the innovation spirit, which is so alive in our region. And if you're worried as an innovator and as an entrepreneur as to the cost of your bandwidth connection, obviously you're not going to do the real work that you're blessed to do. So the part of the challenge at my desk and at the Secretariat is working with the telecoms operators, the regulators, etc., to see how we can bring the broadband that we need and make it affordable to consumers, public servants, and even civil society, so that all the work can be done for the benefit of the region. You have a very magnificent job, and I would like to wish you a lot of success. Well, you know, we don't have a lot of time. I would love to elaborate on this subject, but I think that it's very nice for the people to know that you have a presentation on Friday and that they can visit that presentation and go into the deeper discussion, because I think that what you are talking about is a very noble goal. I think it should be the focus of everybody in the ICT world, getting the region to connect more for further integration. And I think that would be the only thing, that was my personal opinion, to get really connected, that's what we should do. But I think we have a long way to go, so we should start working here and now. Thank you, and yes, I'm going to wrap up, but just to say that although it is in the ambit of the ICT professionals, it's everybody's work, because one of the big things about the single ICT space, which I'm excited about, is that it will help us to create economies of scale which are not there in the real world. It will make us seem larger than we are. We currently have between somewhere around 12 million people in the whole region, but even that, as you know, is probably a little province in one of the larger countries. So how do we use ICT to really magnify and create economies of scale so that we can appear larger and do more with the things that we have at our disposal? So I don't want to leave the message that it's only the ICT people who are engaged. Everybody's going to be engaged so that we get the, as the Americans say, the greatest bang for our buck with regard to these ambitious plans. And I thank you. Thank you, Mrs. Jennifer Britton. Good luck, and hope to see you back in Suriname to get us all on board. Most definitely. Thank you. Thank you. Goed, en hiermee gaan we ons programma dan afsluiten. We hebben u een verslag gebracht van de ICT Summit. Die wordt gehouden op donderdag en vrijdag hier in Suriname. We hebben geprobeerd om in dit programma zoveel mogelijk aspecten van de ICT Summit te belichten. En om ook over de exhibition te praten, de tentoonstelling, de beurs, zo u wil. En u heeft nog de gelegenheid om die te bezoeken als u geïnteresseerd bent in ICT. Wat we ons wel kunnen van overtuigen hier aan het einde van dit programma, is dat de heer Vincent Kenswil dat ook heeft gezegd aan het begin. Suriname moet op de kaart gezet worden binnen 5 jaar om de billion dollar industrie te worden van Suriname. We gaan het alleen maar kunnen doen als we hulp hebben van buiten, om op die manier het platform te vergroten en daarmee ook het werk te versterken. Dank u wel voor het kijken, en ik zou zeggen, kom er zelf naartoe of anders blijf ons volgen, want er komt nog veel meer vanuit de mensen die achter de ICT Summit staan voor ICT-ontwikkeling in Suriname. Goedenavond.